Voor vandaag hoofdrekenen. En bij sommige sommen staan er haakjes. En hier staat bij de uitleg, reken eerst uit wat tussen haakjes staat. Dus je hebt hier de som, waarbij je dus eerst hetgeen tussen haakjes moet uitrekenen. 75 gedeeld door 25, dat is 3. En daarna moet je dus 30 delen door 3. En dan heb je het antwoord. Bij deze rij staan geen haakjes. En dan zie je een vermenigvuldiging en een deelsom. En een vermenigvuldiging en een deelsom zijn gelijkwaardig aan elkaar. Dus je rekent deze som uit in de volgorde waarop je hem tegenkomt. 30 keer 9, dat reken je uit en dat deel je daarna door 2. Had er nu eerst een deelsom gestaan en dan een keersom, dan had je dus ook wat eerst de deling gedaan. Keer en delen zijn gelijkwaardig aan elkaar, net zoals plus en min. Die zijn ook gelijkwaardig aan elkaar. Daarbij maakt de volgorde onderling dus niet uit.